Beste speler, 2019-2020 EOTS, end of the season in tweede amateur is Simon Zavate van Knokke en in derde amateur Olly Romero van Ninove. Proficiat. De beste speler van het seizoen 2019-2020, end of the season, in de provincie West-Vlaanderen, eerste provinciale Stan Braam van Oostkamp. Tweede provinciale A, Karel Ternier van Nieuwpoort. Tweede provinciale B, Jari de Jagere van Heester. En voor de provincie Oost-Vlaanderen in eerste provinciale Maarten Matthijs van Bambrugge. Tweede provinciale A, Tommy Jacobs van Sint-Lorijns. Tweede provinciale B, Koen Laduit van Burst. En in tweede provinciale C, Timothy van Laken van Doorslaar. Proficiat aan alle voetballers en succes volgend seizoen. Bye bye. Topschutter end of the season, tweede amateur, is David Cardon van Ronsen met 17 doelpunten. En in derde amateur is het Olly Romero van Ninove met 21 doelpunten. Proficiat. Topschutter end of the season West-Vlaanderen in eerste provinciale is Stan Braam van Oostkamp met 22 doelpunten. Proficiat. Ook in tweede provinciale A hebben we twee topschutters met 28 doelpunten. Thor Laleman van Diksmuiden en Jari Bourgeois van Meulebeke. In tweede provinciale B is Jorg Dutois van Rumbeke met 25 doelpunten, topschutter end of the season. Topschutter end of the season Oost-Vlaanderen in eerste provinciale is Vincent de Leenheer van Helene Grotenbergen met 20 doelpunten. Tweede provinciale A, Tommy Jacobs van Sint-Laurijns met 21 doelpunten. Topschutter end of the season in tweede provinciale B is Koen Landuit van Burst en Jonathan Ulens van Munkswalm met maar liefst 28 doelpunten. Proficiat. Tweede provinciale C met 20 doelpunten, Christophe Smeekes van Sint-Gilles. Proficiat. De kampioenen 2019-2020 end of the season zijn in tweede amateur. Knokke met een grote voorsprong van 63 punten. In derde amateur Zelzate met 58 punten. De kampioen in West-Vlaanderen in eerste provinciale is Oostkamp met 56 punten. De kampioen in tweede provinciale A is Diksmuiden met 61 punten. De kampioen in tweede provinciale B is Rumbeke met 57 punten. En dat is ook de gemeente waar ik woon. En in Oost-Vlaanderen, eerste provinciale voor de Appelterre met 56 punten. Tweede provinciale A, Drongen. Met 52 punten. Tweede provinciale B, Munkswalm. Met grote voorsprong, 65 punten. Tweede provinciale C, Grimbergen. Met 52 punten, proficiat. Beste doelman, end of the season 2019-2020, bepaald op basis van clean sheets, zijn. In tweede amateur, Sven Doest van Knokke. In derde amateur, Kevin van de Noordgaten van Ninove. Voor West-Vlaanderen, in eerste provinciale, Arnold van den Borre van Wielsbeke. Tweede provinciale A, Jarit Maas van Diksmuiden. En in tweede provinciale B, Kenneth Vonk van Rumbeke. Voor Oost-Vlaanderen zijn dit Nathan van Hogerop Kalken in eerste provinciale. Tweede provinciale A, Martijn de Lare van Zomergem. Tweede provinciale B, Gilles de Grote van Munkswalm. En in tweede provinciale C, Jan Tarwe van Gijzenzele, Oosterzele. De Lifetime Achievement EOTS
End of the season 2019-2020 gaat naar Tom de Zutter, Bart Six en Tim Matthijs. Deze spelers beëindigen hun carrière in schoonheid, namelijk in de top 3 van beste speler. Proficiat met jullie hele mooie carrière en veel succes in jullie verdere toekomst. Groetjes, Thomas Buffel.